Formules zijn best handig om mee te werken. Maar kan dat nog niet wat korter? Als het goed is, weet je inmiddels al hoe je kan werken met formules. Dus bij de formule aantal uur keer 5 plus 15 is gelijk aan het bedrag, is het vaste bedrag 15 en het bedrag per uur is 5. Als ik je nu het aantal uur geef, zou je het bedrag kunnen uitrekenen. Mooi, dat wisten we allemaal. Maar het zou fijn zijn als het nog een beetje korter opgeschreven kan worden. Een van de manieren om een formule korter te maken, is in plaats van het hele woord opschrijven, gewoonweg een letter op te schrijven. Dus in plaats van aantal uur schrijven we de letter A. En in plaats van het bedrag de letter B. We hebben nu de formule A keer 5 plus 15 is B. Op de plek van de letters kan ik, net als toen er nog woorden stonden, getallen invullen, zodat ik het uit kan rekenen. Welke letters je kiest is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Vaak is het wel handig om logische letters te kiezen. Als je aantal uur wilt afkorten, is kiezen voor de letter P niet zo logisch. Heel erg vaak zul je in de wiskunde de letters X en Y gebruiken. Dus bijvoorbeeld 7 keer X plus 4 is Y. Dus niet in paniek raken als je ineens dat soort letters tegen gaat komen in een formule. Een letter in een formule is tenslotte alleen maar een plekje waar je later nog een getal kan invullen. Wel zie ik een ander probleem. De letter X en een keerteken lijken veel te veel op elkaar. Want welke is nou welke? Om dat probleem op te lossen, maken we de formule nog korter. We halen gewoon het keerteken helemaal weg. Je leest nu dus 7x plus 4 is y. Je doet nog wel steeds 7 keer x. Dus als je op de plek van de x het getal 5 invult, krijg je niet 75, maar 7 keer 5. Een getal en een letter achter elkaar is dus altijd keer. Al schrijven we het keerteken niet meer op. Een laatste aandachtspunt. Als je een formule hebt met haakjes, kun je soms ook het keerteken weglaten. Dus de formule P is 4 keer haakje Q plus 2 haakje is dezelfde formule als P is 4 haakje Q plus 2. Je laat dus hier ook het keerteken weg, maar betekent nog steeds hetzelfde. Op deze manier maken we de formule snel een stuk korter. En als je veel met formules moet werken, is het wel zo fijn dat het zo kort mogelijk kan. Dat scheelt je heel veel tijd en ook nog veel ruimte in je schrift. Bedankt voor het kijken. Volg ons op WisWereld voor nog veel meer uitleg over allerlei wiskundige onderwerpen. Ik zeg graag tot de volgende keer.